Ja, morgen dan gaat het EK voetbal dan echt van start. En dus, Valentijn Driessen, chef voetbal, gaan we dagelijks met jou Kick of Oranje doen. Ja. Door de week. Ja, nou, alleen in het weekend niet. Nee, het weekend zijn we er ook wel met je, hoor. Dus de kijkers hoeven zich geen zorgen te maken. Maar dag wil ik te zien zijn, natuurlijk. En dit showtje met de prachtige oranje decor. Nou, ik vraag me eigenlijk af, op welke barbecue heb jij gelegen? Met je gezicht. Nou, kijk vooral naar jezelf. Nee, wij kunnen onszelf zien. Ja, hè? Ja. Het lijkt net of we met ons gezicht op een barbecue hebben gelegen. Ja, een beetje, beetje oranje. Of beetje zal dat oranje door de achtergrondkleur komen? Ja, we komen gewoon helemaal in oranje sferen, ja, inclusief onze eigen gezicht. Zit je al een beetje, heb je al een beetje het EK-koorts te pakken? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb onderweg hier naartoe heb ik erover na zitten denken. Heb ik rond zitten kijken. Wanneer zie ik nou uitlatingen van het Nederlands elftal? Ja. En het enige was op de radio tijdens de commercials. En voor de rest geen oranje vlaggetjes, geen poppetjes, geen wuppies aan de ramen. Geen vlaggen, geen oranje straat vanuit de snelweg gezien, niks. Nee, dat valt nog een beetje tegen. Nederland is denk ik nog bezig met meer met vaccineren en corona dan met het Nederlands elftal. Wat wel, om in de stemming te komen aan de gang is, zijn er reclames zoals deze. Ja, het heeft geleid tot de protestbrief van de KNVB. Ja, ik heb drie van de juichkepers thuis liggen. Ja, wat vind je daarvan van de KNVB? Nou ja, dat heeft geen enkele zin om dat te doen. En ik begrijp wel waarom het gebeurt. Want Albert Heijn is een van de grote sponsors van de KNVB. Die heeft natuurlijk gezegd, joh, trek even aan de bel en probeer wat te doen. Maar je hebt natuurlijk geen enkele grond om op te staan. Want ja, oranje is gewoon een vrije kleur. En iedereen kan ermee doen en laten wat je wil. En je kan allerlei prularia kan je op de markt brengen. Dus ja, en het is natuurlijk... Ja, het is de grote sponsor van de KNVB, dat is Albert Heijn. En dit is Jumbo. Nou, die zijn natuurlijk in een fel gevecht gewikkeld. Sowieso een marktaandeel te creëren in Nederland. En Jumbo doet het natuurlijk heel goed. Die timmert zo verschrikkelijk aan de weg. Dus die pakt marktaandeel af. Beetje kleinzielig van de KNVB dan, om dit toch te doen? Ja, nou, dat ze zich voor dit karretje laten spannen, terwijl ze weten dat je geen enkele kans maakt. Dus dat hadden ze gewoon niet moeten doen. En nu krijgt Jumbo weer extra... Ja. De Albert Heijn en de KNVB worden als een Calimero weggezet. Dus ja, dat moet je gewoon niet doen. Het supermarktkarretje, hè, zullen we maar zeggen. Laten we het over het voetbal gaan hebben. Matthijs de Ligt, dat is misschien wel de grote vraag nu. Gaat hij de eerste wedstrijd halen of niet? Ik heb gisteren gezien en dan denk je van het was dinsdag dus, of woensdag. Dan haalt hij de wedstrijd nog wel. Alleen, het is wel een liesblessure. En dat is echt een hele gevaarlijke blessure. Want komt er een scheurtje in, dat hebben we bij Donny van der Beek gezien. Dat is een minuscuul scheurtje en dan is het gewoon einde verhaal. Dus daar moet je gewoon heel erg mee oppassen. Maar ja, als je hem gisteren sprintjes zag trekken en je zag zijn bovenbenen, dan denk je van hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze man geblesseerd kan raken. Want dat is een tienkamper puur zang. Maar het is gevaarlijk en ik denk dat je uit voorzorg dat je geen risico moet nemen. Nee. Je haalde Van der Beek er zelf al even bij. Geen vervanger is er opgeroepen voor hem. Ja. Mensen vinden dat misschien toch een beetje vreemd. Nou ja, heel veel mensen. Ik heb heel weinig mensen gehoord die zeggen van prima van de Boer dat hij niemand oproept. Kijk, je kan iemand oproepen omdat je tegen hem hebt gezegd, hè, toen je hem afbelde. Hij heeft een aantal mensen wel afgebeld. Ryan Babel bijvoorbeeld. Die zou dan de eerste reserve zijn. Ja, nu is er reserve nodig en dan komt Ryan Babel niet. Hè? Los van de positie. Tegen Anwel El Ghazi gezegd, je zit heel dicht tegen de selectie aan. Je bent de 27e man. Nou valt één weg, dus er is een plaatsje vrij. Roep El Ghazi desnoods op. Ja. Noem iemand anders of roep iemand anders op waarvan je hebt gevraagd van hou je stand-by. Tony Villena, middenvelder, hou je stand-by. Nou, kan je eventueel oproepen. En daarnaast kan je ook alvast vooruitdenken aan het WK volgend jaar. Bijvoorbeeld Divine Range, die dient zich aan. Hè? Dat is van het niveau Timber. Waarom niet die jongen erbij halen? Die is 3 of 4 dagen geleden gestopt bij het Jong Oranje. Die zit dus ook, heeft in een bubbel gezeten. Plus dat hij gewoon totaal afgetraind is. Dus die hoef je niet extra op te trainen. En het gaat misschien niet om de wedstrijd tegen Oekraïne, maar die toernooi duurt veel langer. Ja, dus ik begrijp echt niks van. Geef die jongens ook een bepaald beloning. Geef een bepaald gevoel weg aan die jongens. Ja. Over gevoel gesproken. De Roon is een beetje gepikeerd. Ja. We zijn er ook wel eens kritisch op geweest. Hij zegt er wordt eigenlijk te negatief over mij geoordeeld in de pers. Nou, hij vindt, de media vindt hij negatief over hem. Frank de Boer, de staf en de spelers allemaal niet. Die zijn allemaal heel tevreden met Martin de Roon. Nou ja,
als ik medespeler zou zijn van Martin de Roon en ik zou afgelopen zondag met hem in de elftal, dan zou ik helemaal niet tevreden zijn. Nee. Maar wij vertolken natuurlijk wel een beetje het geluid in Nederland. Want wat je allemaal binnenkrijgt tijdens zo'n wedstrijd aan appjes en zo. En dat is al, waar is die de Roon mee bezig? Kan die de Roon wel voetballen? En dat soort zaken. En we zitten natuurlijk te kijken en dan blijft iemand 13 keer balverlies. En dan analyseert hij zelf en dan vindt hij dan wel meevallen. Dan denk ik, ja, de lat mag wel wat hoger. Ja, maar het is ook wel een beetje pijnlijk als Willy van der Kerkhof zegt in onze krant dat hij de naam stofzuiger niet eens eer aan doet. Dan heb je nog een lange weg gegaan, toch? Ja, omdat dat betreft. Hij morste veel kruimels, hè? Ja, precies, ja. Overigens is het interessant om te kijken. Het is wel zo, wat hij aangeeft van... al die bondscoaches doen uiteindelijk wel iedere keer een beroep op hem. En ik denk dat hij in die zware wedstrijden, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Portugal, dat soort wedstrijdjes, ja, dan heb je misschien wel iets aan hem. Maar als je de tegenstander moet oprollen en je moet het initiatief aan de bal, nee, dan kan je beter, veel beter, zelfs in grote wedstrijden kan je ook beter aangraven. Ja, want daar wil jij wat over zeggen. Die draait een goede voorbereiding. Ja, die heb ik gisteren ook weer gezien op die training. En dan zijn er drie partijen van, ik meen, 7 of 8 man. En die spelen dan onderling partijtjes met bepaalde opdrachten. Maar die Ryan Gravenberch, die is zo verschrikkelijk goed. Ja? Werkelijk waar. Die steekt er met kop en schouders bovenuit. Dat is notabene een tiener die dit jaar is doorgebroken. Maar de onbevangenheid, het zelfbewustzijn, ook in de duels en zo. En continu met die grote smile op zijn gezicht. Ja. Die geniet gewoon van ieder moment. En die haalt er echt alles uit. Hmm. En die verdient gewoon een basisplaats. Okay. Linksom of rechtsom. En ik vind ook, die trainers hebben het er vaak over. Ja, op de training moet je het ook laten zien. En je moet in wedstrijden, maar ook op training. Ja, het doet de hele week niks op training. Nou, deze jongen die laat even zien dat hij bij de eerste 5, 6... Krijg je wel weer te horen, Valentijn. Hè? Ajax-krant, want je hebt het over Gravenberch. Je zegt, je moet Divine Rensch moet je bij de selectie halen. Zijn toevallig weer allemaal Ajax in Timber. Ja. Nou, weet je wat nou, daar werd ik gisteren ook op aangevallen. Maar het punt is, Ajax zit op dit niveau. Kijk uit, hè? Ja. Feyenoord zit op dit niveau. Ja. PSV zit op dit niveau. Ja. AZ zit op dit niveau. Ja. Dus waar zoek je het dan? Dan zoek je het hier op het hoogste niveau. Dit zijn mensen die hebben Champions League gedraaid, kwartfinale Europa League gehaald. Dus ja, dan moet je het juist daar zoeken, want daar zit de kwaliteit. Dus het is natuurlijk onzin om te zeggen van, ja, het is allemaal Ajax. Ja, het is inderdaad allemaal Ajax. Ajax is ook hofleverancier, zelfs van het hele EK. Ja, met 17 spelers uit de jeugdopleiding, hè? Ja, dat is natuurlijk enorm. En dat zegt natuurlijk wel wat. Ik vond ook een mooie opmerking van Saïd Ouali. Dat is dan de hoofdopleiding bij Ajax. Die zegt, ja, wij zijn bezig om de moderne topvoetballer te kneden en te creëren bij ons op de toekomst. Nou, als je dan 17 spelers op een EK hebt lopen, dat is natuurlijk geweldig. Hey, geweldig compliment. Dat is een geweldig compliment. We houden nog wat dingetjes vast. We gaan het over Nederland-Oekraïne nog uitgebreid hebben. Ook zondag met een live show en morgen. Vaker, langs. Je komt nog vaker langs. Ja. We gaan het ook hebben over de favorieten, wie dat dan allemaal zijn. Maar nog heel even Danny Makkeli, want dat is toch wel leuk om te benoemen. Ja. Vrijdag fluit hij het openingsduel Turkije-Italië in het stadion in Rome. Hij heeft een geweldig Europees seizoen gedraaid in de Champions League. De halve finale heeft hij, meen ik, tussen Chelsea of Real Madrid. Chelsea was dat, meen ik, of andersom. Nee, Real Madrid-Chelsea. Heeft hij geweldig gefloten. En daar krijgt hij nu de beloning voor. Want je kan zeggen, ja, Nederland heeft wel 2 scheidsrechters, dus die moeten wel wat krijgen. Maar er zijn ook Engeland, Duitsland, Spanje, hebben ook allemaal 2 scheidsrechters. Hebben geen van allen de openingswedstrijd gekregen. Maar het mooiste moet natuurlijk eigenlijk nog komen. Ja. Ja, de finale voor Makkeli. Nee, tuurlijk. Wat dan? Jongen. De finale voor Kuipers. Oh, van Kuipers. Ja, als afscheid. Ik denk dat het moeilijk wordt. Hij zal zich echt daar goed moeten manifesteren. Ik vind het wel altijd een beetje verdrietig als we in zo'n toernooi ons moeten focussen op dat een Nederlandse scheidsrechter de finale haalt. Ja, ik heb liever dat de spelers van We geven ze nog een kans. Hè. We zijn nog niet eens begonnen en jij schrijft ze al af. Nee hoor, ik zou niet durven. Valentijn, tot morgen. Ja.